tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh 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 à droite, le centre, il n'est pas mauvais du tout, la tête, et c'est dedans. L'égalisation signée, Ben Hamed. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens, seul Pédigo. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Marrakech is een vrij gezonde club, een vrij club die daar ambitie heeft, maar wij hebben ook de ambitie en wij hebben ook de ambitie voor toch Liga Eerste Amateur te spelen. En ik denk dat dat voor ons moeilijk is, maar met een fusie gaat dat wel vrij gemakkelijker zijn. Wij komen geweldig goed overeen, dus dat mag geen struikelblok zijn. Dus ja. Ja. Ik zeg ja. In Bornum hadden ze al gerekend op de fusie met Marikerke. Maar die laatste besliste gisteravond om niet in zee te gaan met de buren. Alle plannen vallen dus in het water. En dat vinden de supporters jammer. Op zich vinden wij als supporters een gemiste kans. Omdat er het samengaan met een andere club, met een buur, Marikerke, staat het toch sterker om naar de toekomst toe wat meer ambitie te kunnen hebben. Om meer sponsors, meer toeschouwers naar het voetbal te krijgen. We hopen dat er van het weekend inderdaad een goede communicatie komt, omdat het toch wel belangrijk is om iedereen op de correcte manier te informeren. Maar voorlopig verhuizen de fusieplannen dus wel naar de prullenmand. De tweede helft kantelt de wedstrijd op enkele minuten tijd. Weuts met de aansluitingstreffer en de Papen met de gelijkmaker. Als Van den Heuvel het straatje wordt ingestuurd, trekt Kevin van de Noordgaten aan de noodrem. Rood voor de doelman van Aalst en strafschop voor Bornem. 2-3, consternatie alom in het PR Cornelis Stadion. Zeker als Bornem met deze vrije trap er 2-4 van maakt. Terrorist en draag je een bommengordel. De lijnrechter kreeg het allemaal naar het hoofd geslingerd samen met bekers bier. De scheidsrechter besliste meteen om de match 15 minuten stil te leggen. We doen nog een tweede poging, maar na enkele minuten speurt dezelfde lijnrechter het veld over. Hij stopt er definitief mee. Onder luid boegeroep stapt hij de kleedkamer binnen.
Het is jammer dat zoiets moet gebeuren, want die mensen doen dat ook niet voor hun plezier. Dat is eigenlijk een hondenstil, ze krijgen alleen maar verwijten naar hun hoofd. Dus een beetje respect voor die mensen is het minste wat we kunnen doen. Dat is natuurlijk iets dat niet thuis hoort in een voetbalstadion, nergens uiteraard. Er is maar 20 minuten stilgelegd geweest. En nadien zijn de voetballers terug op het veld gekomen en is het terug eventjes voortgespeeld. Maar dan begon het terug opnieuw. Dus dat is natuurlijk niet leuk, voor niemand niet. En nu komen al die incidenten komen hier nu naar boven. Terwijl de sterke collectieve prestatie van Bornhem ook heel goed was. En een 2-4 overwinning op Aalst met de rust 2-0 achterkomen en toch nog een mooie overwinning uit de brand slepen. Ja, is iets dat natuurlijk ook heel goed is en dat iedereen ook mag weten uiteraard. Historie schrijven voor de club, dat we inderdaad eens in eerste klasse kunnen treffen. En ik vind dat onze prestatie die dat kunnen afdwingen. Zeker. Alleen het scoren, jammer genoeg. Inderdaad, woensdag hebben we een derby tegen Temse verloren. En we wisten dat we thuis een reputatie opbouwen. En Sint-Niklaas was de ideale tegenstander. En dan hebben we dat goed afgemaakt, 2-0. En ja, ça va. Die penalty fout op jou, het was een terechte penalty? Ja, ik voel hem terug even buiten de backline en wanneer ik in de backline ging, voel ik hem een tikje tegen mijn voet, dus ik val en hij legt hem op de stip, dus dat is perfect. Ik denk dat we wel alleen het afmaken, maar dat de goal onterecht wordt afgekeurd. Dat is jammer, maar we zijn blijven pushen, maar het kaartje kwam er niet. We zitten in money time wanneer Nsumbu buiten beeld zonder bal direct rood pakt. De speler komt in contact met mij, staat op mijn voet. Ik zeg, waar is het probleem? En dan geeft hij mij een kopstoot. Dus ja, ik reageer niet en ik ga gewoon liggen, want ik wil ook niet kaarten pakken of zo. Dus. Evans neemt de bal in één tijd op de slof en trapt hem proper naast de paal binnen. 1-1. Voor de rust een lange inworp, zoals alleen Vlijmings dat kan.